Hallo iedereen, welkom op de persvoorstelling van Mrs. Universe 2016. Naast mij staat kandidaat Veerle. Goedenavond. Hoe is de persvoorstelling tot nu toe voor jou verlopen? Het was heel aangenaam eigenlijk voor met de dames allemaal samen achter de coulissen te zitten. Ze waren heel stressy. Ik was eigenlijk de enige die ze zo in hun temperament pak kunnen bedwingen. Maar het was super. Het is zo aangenaam. Allee, het is zo leuk om dat allemaal mee te doen. De finale komt natuurlijk heel snel, heel dichtbij, 2 maanden nog. Hoe ga jij je voorbereiden op die dag? Ik moet zeggen, ik heb enorm veel steun van vrienden, van collega's, van familie. Je stond er eigenlijk zo nog niet meer stil. Momenteel wordt dat eigenlijk een beetje geleefd door iedereen. Maar ik probeer van elk moment te genieten, welk moment dat we ook doen. Het gaat spannend worden op het einde natuurlijk. Hè. Het is niet alleen jouw voorbereiding en de finale die telt, maar ook de sms'jes van de kijkers. Hoe kunnen de mensen thuis jou steunen? Ze moeten stemmen naar 6016 en dan Universe nummer 10, Spatie nummer 10. En het is €1 per stem en dat gaat sowieso naar Kwamok. Hetgeen dat ik er straks ook al vertelde, hè, voor de kindjes met kanker, de ouders te ondersteunen. Wat ik zo belangrijk vind, allee, daar doen we het eigenlijk voor. Voilà, u hoort het. Wilt u Veerle steunen, dan sms de Universe Spatie 010 naar 6016. Zeker geen verloren sms, want de opkomst gaat integraal naar het goede doel. We Love Mrs. wens jou alvast heel erg veel succes en bedankt voor dit interview. Dankjewel voor het interview. Dankjewel.